Goedendag, welkom. Dit is het nieuws op Lim. Vandaag is 18 januari 2024 en wij zenden uit op 91.7 en limfmsu.com. Journalisten hebben gisteren aan minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gevraagd als hij meer informatie had met betrekking tot de huiszoekingen bij de twee veroordeelden, Daisy Bouterse en Dijksteel. De naam moet Iwan Dijksteel zijn als ik het goed heb. De minister die gaf aan dat hij dus nog geen rapportage heeft gehad. Ik heb nog geen rapportage gehad over die invallen. Maar was u daarvan op de hoogte, minister? Ik zeg, ik heb nog geen rapportage ontvangen. Zoals u weet is er ook aangegeven dat het Openbaar Ministerie belast is met de uitvoering, de implementatie van de vonnissen. En in dit geval heeft het OM de lead over eventuele opsporing en aanhouding van de personen die zich nog niet hebben aangemeld. Wat zegt u? Dat is ook niet aan mij gerapporteerd. Oké, u heeft dus nog geen overleg gehad met OM wat betreft dus een update en een intelligence over de zaak van opsporing van inwoners. Dus wat ik wel weet is dat het Openbaar Ministerie in overleg is met de raadsman, de advocaat, die degene die nog buiten zitten. Er is wel overleg met de PG, met hun advocaat. Er is overleg geweest tussen het Openbaar Ministerie en de raadsman van de heren die nog buiten zijn. En je gaat ervan uit dat wanneer functionarissen, wanneer bijvoorbeeld een advocaat van een veroordeelde overleg voert met in dit geval het Openbaar Ministerie, dacht je dus dat je hun op hun woord mag geloven. Maar dit is dus dat niet het geval. We kunnen dus niet praten spreken over het klasse justitie, maar we hebben verschillende personen gesproken over hoe het zo'n beetje aan toe is gegaan met betrekking tot de opsporing van meneer Bouterse en Dijksteel. Als het een kleine man was van de straat, zou die heel snel opgespoord worden, maar als het gaat om hoge functionarissen, dan lijkt er een ander soort beleid uitgevoerd te worden. Wat is uw mening daarop, minister? In deze, ik zie geen ik zie geen elementen van klassejustitie, zoals u dat verwoordt. Het is de manier hoe het vonnis is gewezen en die procedures zijn in acht genomen. Ik wil terugverwijzen naar bijvoorbeeld ex-politieke ambtsdragers die op een soortgelijke manier in het verleden eigenlijk dezelfde procedure gevolgd is, dat er afspraken werd gemaakt met de raadsman en dat de personen inderdaad binnen gingen om hun straf te ondergaan. En in dit geval leek het voorlopig mis te gaan. U heeft aangegeven eerder dat het bleek dat de personen die zich zouden moeten aanmelden zich niet aan het woord zouden hebben gehouden. Dat zeggen dat er dus duidelijke afspraken toen waren gemaakt met de advocaat van de veroordeelde zelf. Hoe
hoe zaken zich zouden moeten uitmaken tot die tendentie toekomt. Dus tussen de relatie van de cliënten en hun raadsman kan ik niet praten. Maar dat, dus het overleg met het Openbaar Ministerie en de raadsman, die heeft altijd plaatsgevonden. En het Openbaar Ministerie heeft ook steeds stipt deze informatie gecommuniceerd met de gemeenschap. Alles de reactie van minister Kenneth Amoksi toen journalisten hem vroegen om wat nadere informatie over de huiszoekingen bij de veroordeelden Boutersen en Dijksteel. Wij gaan naar een bijdrage van Jason Pinas. Voor een goede ontwikkeling van de olie- en gassector in Suriname zijn sterke instituten cruciaal. Dit benadrukt Stephen Debi Persat, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES, tegenover Lim FM. Hij vindt daarom dat de instituten versterkt moeten worden nog voordat het grote moment is aangebroken. De gemeenschap moet volgens hem ook voldoende informatie krijgen over de grote ontwikkelingen die olie en gas teweeg zullen brengen. Het is een lezing die op het juiste moment is gekomen. En eigenlijk is het de tweede presentatie en op een rijtje. Dit is in het kader van de nieuwjaarsreceptie. U kunt zich herinneren dat januari 2020 hadden we een primeur. Want daags na het vinden van olie had de VES de toenmalige directeur op bezoek, Rudolf Elias, om te vertellen over de olie die gevonden was, de velden en de vergelijking te maken met de Guyana. We zijn nu 4 jaar verder, er is veel meer informatie. Maar belangrijker ook nog, er is niet alleen maar informatie over aardolie, maar ook informatie over hoe moeten we Suriname gaan organiseren. Hierbij is gekeken naar olie, maar met name ook naar niet-olie. We merken, we weten gewoon als burgers van het land, sommige mensen in meer detail en andere mensen in minder detail, dat veel zaken niet lopen. En niet, nu niet lopen, maar nooit hebben gelopen. Dat komt omdat we systematisch dingen fout doen. Omdat we weten dat we het fout doen. Er is veel manipulatie in het systeem. Maar hoe meer mensen weten welke zaken ertoe leiden dat armoede groter wordt, hoe groter de kans zal zijn dat deze mate van armoede, intransparantie, corruptie, fraude minder wordt en uitgebannen wordt. Zolang mensen die toegang tot informatie niet hebben, is dit mogelijk. Dus de belangrijkste les van vanavond is van veel is aan het gebeuren. Weinig mensen weten het eigenlijk. Er zijn veel details die waarschijnlijk voor het gros niet relevant is. Feit is wel dat mensen moeten weten dat aardoliezaken of alleen bij de overheid terechtkomen of alleen bij zeer rijke groepen. Maar voorlopig, zoals de situatie is, we hebben geen beleid om aardolie werkgelegenheid te laten werken. Local content wordt dat eigenlijk genoemd. Zoals de zaak vandaag de dag is, januari 2024, zal olie gebeuren, mocht het ooit gebeuren, in Suriname niet gaan werken voor de totaliteit van de samenleving. En het is ook niet erg als het voor een grote groep niet werkt. Maar er zijn meer zaken die mogelijk zijn waardoor het wel gaat werken voor je. Hierin is informatie, training heel belangrijk. Maar sterke instituten zijn nog meer zo belangrijk. Omdat als je ze niet hebt, dan heb je een omgeving van corruptiestimulering, fraude, vriendjespolitiek, sponsoren. Dit kan alleen maar terecht gewezen worden door een samenleving die aware is, die awareness heeft. En hierbij valt precies op dat de 7% cijfer van het ABS heeft een paar jaar geleden gemeten, dat slechts 7% van de samenleving een HBO tot WO opleiding heeft. Waarom is dat relevant? Voor veel informatie om het te begrijpen heb je toch een skillset nodig. Dus hoe meer mensen die skillset hebben, hoe meer mensen in de samenleving weten wat ze moeten doen, hoe ze het moeten organiseren en hoe ze daaruit kunnen verdienen. Vandaag kan je zien als een awareness, een grotere awareness van niet alleen maar hoeveel olie kan er zijn, hoe gaat dat uit de grond komen, maar ook wat hebben we nodig om het te laten werken voor de samenleving. Want had iedereen kunnen werken in de olie? Nee, zeer waarschijnlijk niet. Als we kijken naar de cijfers van Guyana, een vergelijkbare bevolking en omvang, zeer waarschijnlijk 3.500 mensen. Laten we zeggen, beste scenario, 4.000 mensen werken er. Maar
Dat betekent dat al die 800.000 andere Guyanese niet werken in de oliesector. Dus de enige andere manier om daaruit te kunnen gaan, om daaruit te kunnen intappen, is door een trainingen te gaan volgen voor deze sectoren, door een opleiding te gaan volgen of om een bedrijf te gaan opzetten. En veel mensen denken dan dat je een aardoliebusiness moet gaan opzetten, maar dat is, hoeft het niet te zijn, want elke mens heeft voeding nodig. Anders ga je, iedereen, als je één dag al geen drinken hebt, dan ga je dood. Dus ook de mensen van de oliesector hebben onderdak nodig, hebben voedsel, drank nodig, entertainment nodig. Hotel heb ik volgens mij al genoemd. In elk geval verblijf hebben ze nodig. Ze hebben entertainment nodig. Ze hebben attracties nodig. Dit zijn zaken die wij in Suriname wel kunnen doen, maar veel mensen weten niet dat het ook te maken heeft met die groep van mensen die een heel dikke portemonnee hebben om te spenden. Dus eigenlijk is de wereld van activiteiten die we kunnen doen als land groter geworden. Maar wij moeten als samenleving goed begrijpen van hoe ga ik het organiseren. Want als je het voor deze doelgroep wil organiseren, ga je het op een beetje andere manier doen, moeten doen dan het organiseren van hetzelfde voor die stagiaires die toch geen co-present hebben, is mijn mening hoor. Deze groep is rijker, substantieel rijker, daarom dat de voorkeuren ook moeilijker zijn. Maar het betekent niet dat we het niet kunnen doen, maar zoals wij het nu organiseren, gaan we deze groep niet kunnen aanspreken. Dus dat is een gedeelte van de boodschap geweest. De andere helft van die boodschap is van het beleid moet veel beter worden. We hebben sterkere instituten nodig. De mate waarin het politiek bestel de samenleving corrompeert moet echt stoppen. Op bepaalde momenten zijn ministers aangesproken en hopelijk dat ze zich ook aangesproken voelen. Want het begint bij hun. Maar het ligt aan de samenleving om het op te eisen. Als wij relaxed achterover gaan zitten, gaat het niet gebeuren. En dan zullen we het maar hebben van die algemene praatjes van ja, ik doe het beter dan mijn voorganger. Dat is leuk, maar het brengt ons niet naar welvaart als samenleving. Als we op deze trend doorgaan, dan zullen we arm blijven als land. We voelen het allemaal. Armoede. Een groep voelt het niet. Misschien is dat voor een andere discussie. De VES heeft ervan gemaakt duurzaam rijk. Eigenlijk wil ik geen armoede organiseren, je wil rijkdom organiseren, want dat spreekt mensen meer aan. Maar er zijn zoveel dingen die je moet gaan organiseren als land, om rijk te worden als land. Let wel, ik probeer nu vaker uit te leggen van, soms is het goed om naar gemiddelde te kijken. Elk land wordt wel rijker in de historie, door goud, door hout, door toerisme, door olie, door gas. Wij willen hebben dat het gaat werken voor de hele samenleving. Want als we alleen maar blind staren op het gemiddelde, betekent dat je een grote groep hebt die niet ziet. Alleen maar sociale ondersteuning krijgt van de overheid. Dus hoe gaan we het vertalen dat grotere delen van de samenleving zich betrokken voelen, actief worden, want nu is men bijna niet actief, zich loskoppelt van de overheid, maar ook de overheid terecht wijst op de fouten die ze maken, systematisch maken. Dus we hebben een lange weg te gaan om duurzame rijkdom te organiseren als land. Aldus VES-voorzitter Steven Debi Persat in gesprek met Lim FM. En u bent nog op het nieuws op deze donderdagochtend. En als u naar de herhaling luistert, dan is het reeds donderdagmiddag. Vice-president Ronnie Brunswijk is gisteren ingegaan op het besluit om vanuit het kabinet van de president commissies in te stellen op die ministeries waar de ABOB de scepter zwaait. Ook reageerde Brunswijk op de oproep van VAP-voorzitter Santokki om etnische bundelingen na te laten. U hoort Brunswijk. Maar mijn god, ik zeg die dingen hoe ze zijn. Minder wat Masai en hoor wat er aan boven te gaan staan. Als ik het niet voel, dan zeg ik het. Je hebt het zelf gezien. Ik heb duidelijk gezegd van, wij maken ons niet druk. We hebben ons gecommitteerd dat we gaan tot 2025. En als de president 1000 commissie wilde instellen, hier, 1000 commissie daar. Hij is de president, hij is de man. Hier is de captain. Maar het is toch één coalitie? Ja, maar het is één coalitie, maar daarom zeg ik.
wat is zo fout aan om ook te zeggen van, oké, minister, je doet het niet zo, zo moet je het doen. Geef advies. Een ministerie is daar en je zet een presidentiële commissie daar. Wie heeft de leiding? Hoe gaat het te werk gaan? Dus, maar ik maak me niet druk. Als een presidentiële commissie daar komt, bijvoorbeeld we moeten woning bouwen en er wordt geen woning gebouwd en de presidentscommissie komt daar en er wordt woning gebouwd, dan ben ik blij. Als de presidentiële commissie komt en we krijgen geld, de commissie krijgt geld om die projecten uit te voeren, de laatste 100 commissie, dan zijn ze welkom. Maar als je een commissie daar plaatst en is hetzelfde gebleven, dan heeft het geen zin. Maar als die commissie komt, presidentiële commissie, ben ik zeker blij, want die commissie gaat geld krijgen om te werken. En alles wat we voor die samenleving moeten doen, en al doet de commissie dat, is het ministerie. Dus ik maak me niet druk. Dus alles wat ze willen doen, commissie, de commissie zijn welkom, zolang we meer middelen kunnen krijgen om het werk te doen, dan is die commissie niet overbodig. Dus eigenlijk, als ik goed naar u luister, u ziet het niet als een reflect van onbeschiktheid. Helemaal niet. Je mag commissie plaatsen, zelf hier op het kabinet mag je commissie plaatsen. Als ik maar die middelen krijg, die commissie die middelen krijg en de projecten die we moeten uitvoeren zijn, worden uitgevoerd, ben ik blij. De president en de VNB-voorzitter hebben het gisteren ook gehad over etnische politiek voering. Ben ik van oordeel dat dat nog gebeurt door de verschillende politieke partijen, waaronder ook de AMO? Nou, in ieder geval, kijk, wanneer je de waarheid zegt, dan worden mensen boos. Maar geen enkele voorzitter van een andere politieke partij gaat mijn politieke strategie voor mij komen bepalen. Dat gaat niet gebeuren. De politieke strategie van ABOP is duidelijk. ABOP is niet etnisch bezig. Maar als ik begin bij de basis. De basis van ABOP is binnenland. De binnenlandbewoners, daar zijn we begonnen. Heb je ook niet de uiteenzetting van VAP gehoord? Door de ex-voorzitter. Wat was VAP? Vriendelijke Hindoestaanse partij. Was dat niet etnisch? En toen zijn ze verenigd met een andere Hindoestaanse partij. Toen zijn ze verenigd met een andere Hindoestaanse partij. Drie zijn ze gefuseerd. Ze hebben zelf gezegd. En daarna hebben ze beseft ze dat ze niet meer onder de etnische vlak door moeten gaan. Dus zo zijn ze uit die hele etnische dingen gestapt. Maar dat is formaliteit. Dat is formaliteit hoor. Dat is voor het grote publiek. We zijn hervormde partij. We zijn geen etnische partij meer. Maar in werkelijkheid, Teluku in de gemeenschap, als je kijkt, de realiteit is sorry, duidelijk. Maar wanneer ik dat zeg, dat je binnenlandbewoners, jullie moeten verenigen, dat heeft niks te maken met, ik heb over binnenlandbewoners die verdeeld zijn, we moeten die mensen bij elkaar brengen, en om door te gaan met andere bevolkingsgroepen. Maar als verandering wil, begin bij jezelf. Als je eenheid wil hebben, en die eenheid begint niet binnen huis, dan waar ga je de eenheid vinden? Ik zeg, laten we beginnen te bundelen. De binnenlandse bewoners laten we bundelen. We bundelen allemaal. Dan hebben we een krak daar. We gaan bundelen samen met de Javanen. We gaan dan bundelen met de Hindustanen en de Stadskriolen. Dat heb ik gezegd. Maar niemand, geen enkele voorzitter of wie dan ook, kan mijn politieke strategie voor me komen bepalen. De ABOP heeft zijn eigen politieke verantwoordelijkheid. ABOP heeft zijn eigen strategie hoe we de verkiezingen ingaan. En als andere mensen bang worden, nou, ze bekijken het. Ze bekijken het. Dat is de reactie van de heer Brunswijk, de VP, blijkbaar in zijn rol als ABOP-voorzitter. Hij heeft dus gereageerd op de oproep van zijn politieke collega Santokki, die dus heeft aangegeven dat politieke bundelingen nagelaten moeten worden in deze tijd. We gaan weer eens naar een bijdrage tot slot van deze nieuwsuitzending. Naar de tweede bijdrage van Jason Pinas. VAP-hoofdbestuurslid Mahinder Yogi merkt ondanks de vele kritiek een zekere groei van zijn partij. De ontevredenheid van het volk vindt hij begrijpelijk, maar zeg dat daar verandering in zal komen wanneer de communicatie met de gemeenschap beter wordt. Volgens Yogi is het niet uitgesloten dat de VAP bij de komende verkiezing
meer dan 20 zetels haalt. Historisch, mijlpaal. Een partij die nog bloeit en groeit. 20 zetels na 75 jaar. Bijzondere prestatie. Maar dat komt omdat we een goed fundament hebben gelegd. Dat komt omdat we een andersoortige partij zijn. U hebt de voorzitter horen zeggen, we zijn niet arrogant. We delen macht, we willen samenwerken met iedereen. En hij zegt ook, toen de VHP werd opgericht, begrepen mensen niet dat de VHP er was voor iedereen. De VHP is voor iedereen. En we hebben aangepast wat we moesten aanpassen, maatschappelijk. Maar een aantal dingen hebben we vastgehouden. Dat zijn de principes. Dat zijn de normen en de waarden. Dat zijn de gedachten van rechtsstaat en democratie. Dat zijn zaken die we hebben vastgehouden. Wij hebben in de 75 jaar niet geregeerd met macht. We hebben niet gefunctioneerd met macht, maar we hebben gefunctioneerd met gezag. Ook wanneer wij niet in de regering waren. Ook wanneer wij niet in het parlement waren. Vanaf augustus, 13 augustus 1980 tot 87 hebben wij gezag doen gelden in het land. En we hebben belangrijke zaken in dit land beïnvloed met dat gezag. We zijn altijd eerlijk geweest. We hebben altijd ons gegeven woord gestand gehouden. U hoort het voorbeeld. De inhoud van verbroederingspolitiek, waar de leider van de NPS toen, buiten de boot is gevallen omdat meneer Flintley alle 10 zetels in Paramaribo had gewonnen, heeft voorzitter Lachman met gezag meneer Pengel teruggebracht in de Staten van Suriname, de NPS haar leider gegeven, waarachtigheid van de VHP. Dit zijn elementen die hebben gemaakt dat wij vandaag, 75 jaar, nog groeien, gestand houden, handhaven en leiding geven aan het land. En dit is wat wij gaan doorzetten, voortzetten en continueren. En ik hoop dat andere organisaties, andere politieke partijen het goede uit de VHP zien, accepteren en eigen proberen te maken. Want het is goed als je meer politieke partijen hebt die zulke zaken in hun banier voeren en dragen. U zegt dat uw partij niet regeert met macht en arrogantie, maar dat is niet wat we begrijpen van uw coalitiepartners. De NPS is eruit gesprongen, mede omdat ze vinden dat ze niet gehoord worden, dat er een zekere mate van arrogantie is. De ABOP, met die zitten jullie nog steeds in een coalitie, maar er wordt regelmatig geklaagd over de houding, de dominante houding van de VHP. In elke samenwerking, ook in een gezin, kunnen lepels soms van de aanrecht vallen op de grond. Dat kan. Ook in de politiek is het zo dat je issues hebt die je met elkaar bespreekt en dat je niet altijd op eenzelfde moment met één bespreking tot een vergelijking kan komen. En dat praten en volhouden en nogmaals praten resultaten oplevert. Het leidt soms niet tot tevredenheid, maar argumenten moeten gelden en we moeten mensen in staat zijn om te overtuigen. En dan moeten we accepteren wat het resultaat is daaruit. Nogmaals, dan hoeven we niet helemaal tevreden te zijn, maar dan is het gerold, het resultaat, uit argumenten en uit praten. Twee is namelijk dat we ook rekening moeten houden met de realiteit. Wanneer de VHP 20 zetels heeft en de NPS 3 zetels heeft, dan heeft het volk daar een verhouding tentoongesteld. Het is geen arrogantie. Waarom moet ik wel met 20 zetels rekening houden met 3 zetels, wat wij ook hebben gedaan, maar waarom houdt die 3 zetels geen rekening met die 20 zetels? En ons verwijt van arrogantie. Laten we eerlijk zijn. Laten we onze eigen positie bekijken waar we staan, van waaruit we vertrekken en van waaruit we handelen. En wanneer de voorzitter van de VHP heeft gezegd bij de formatie van die regering, nee, ik wil de NPS erbij hebben, dan is dat toch geen arrogantie. Ik wil de NPS erbij hebben omdat we een cultuur, een lange cultuur van samenwerken hebben, dan is dat toch geen arrogantie. Maar wanneer u in het parlement staat als coalitie en continu onder de nagels prikt van de president, dan zal de VHP bij een volgende bespreking met jou wel een aantal punten listen voor je. En als je het nou leuk vindt of niet leuk vindt, je zal het moeten aanhoren en je zal daar consequenties aan moeten verbinden. En bovendien ging het bij de NPS meer om posities en mensen kunnen dat ontkennen. Ik ben bij meetings geweest, ik ben bij onderhandelingen geweest, ik ben in besprekingen geweest. Het ging meer om
posities en niet om andere dingen. Wat bedoelt u daarmee? Het ging meer om posities? Vanaf het eerste moment bij de formatie heeft men in Rusland gezegd van luister, oil en gas moet komen, ministerie. En hij wil minister worden. Daarna heeft hij gezegd is goed en ha wil hij minister worden. Dat zijn zaken die gespeeld hebben. Meer ambassadeposten, meer bemensing op ministeries. Toch? Je moet rekening houden dat je ook een achterban hebt die tevreden moet stellen. Toch? En wanneer leiders in goed en gemeen overleg met elkaar zaken kunnen bespreken, dan hoeft niemand bang te zijn. Al heb je 3 zetels, al heb je 1 zetel, dan hoef je niet te bang te zijn. Dan gaan we samen praten. We gaan met argumenten besluiten nemen en dan is dat in ieders belang. Dus dat is geen arrogantie. Die zaken die u noemt zijn ontkend door de voorzitter. Ze mogen, maar Rusland mag dat ontkennen. Ja. Hij mag dat ontkennen, maar ik zeg u toch? Ja. Ik zeg u. Waren die posities dan niet mogelijk omdat ze maar 3 zetels hebben? In elke coalitie vindt er een bespreking plaats. In elke coalitie wordt er een protocol van samenwerking getekend. Ja. En in die protocol van samenwerking worden er afspraken gemaakt. En de afspraken waren gemaakt. Dat NPS van dus NPS uit, mag worden van uit, nee, het ministerie is nooit gekomen. Yeah. En de ABAP heeft zich op het standpunt gesteld vanaf het eerste moment van luister, NH willen wij hebben. Dan wanneer een partner met 10 zetels zegt, ik wil NH hebben. En een andere partner met 3 zetels zegt, ik wil NH hebben. Die partner met 20 zetels kon ook gezegd hebben, ik wil NH hebben, maar dat hebben we niet gedaan. Ja. Toch? En toen hebben we gekeken van, luister, de leiders hebben gekeken, ook Rusland was in die bespreking, en toen is er een besluit genomen. Van, u gaat daar gepositioneerd worden, en u gaat daar gepositioneerd worden, en u gaat daar. Mensen zijn akkoord gegaan met elkaar. Ja. Men toch gaan dat de rit, hoor je zaken, ik zeg u toch, je stuurt die pen onder de nagels van de president. Dat is niet leuk, dat is niet goed. Ja. U sprak zo net over groei, ook dat de voorzitter van de VAP praat over groei, een zekere groei van de VAP. Dat is niet wat we horen in het veld. De olifant is nog niet op straat. De olifant is nog niet op straat. En wij weten dat we een informatieachterstand hebben, dat te brengen naar die samenleving, dat weten we. En wij gaan dat brengen. En we zijn eerlijk. En we gaan de mensen eerlijk vertellen. Wat hebben we aangetroffen? Wat hebben we gedaan? Waar willen wij naartoe? En het volk moet een keus maken. En dat gaat u zien. 25 mei 25. Dat de VHP inderdaad gegroeid is. En we gaan ze ook uitleggen. Waarom wij dit keer meer dan 20 zetels willen hebben. Niet om een rechtsproces te beïnvloeden. Niet om de rechterlijke macht te ondermijnen. Niet om een proces waar een uitsluitsel is gegeven door de rechterlijke macht, het of van justitie daar dwars te liggen, maar om beter besluiten te kunnen nemen in het belang van dit land, in het belang van de natie, in het belang van politiek Suriname, in het belang van de ontwikkeling van dit land. U hoort de president zeggen, bij de VHP is Suriname het volk, dat heeft altijd centraal gestaan en wij gaan die lijn continueren. Ja, en met 20 zetels kunt u dat niet, dus? Je mankeert die sollicitatie van je chateau in de Maasdombo. Important to plan erbij. Zelf verzekerde Mahinder Yogi in gesprek met onze nieuwsdienst. En dankjewel Jason, tot zover deze nieuwsuitzending. Tot een volgende keer. Goeiedag.